En Dokic pakt in één keer die zwakke tweede service aan. Voorteil, Rittner. Nou, een mooie verspreiding, niet goed denkbaar. Barbara Rittner, goede eerste opslagbeurt. 1-0 voorsprong voor de Duitse. Opslag, Jelena Dokic. En de eerste servicebeurt voor Jelena Dokic. Zijn beide 14 om. Goed tempo met de backhand van Dokic. Speel Dokic, ans beide won. Dokic maakt gelijk. Van het Nederlandse front niet zoveel te melden hier. Ceder Noorlander en Amanda Hopmans hebben geprobeerd zich te kwalificeren. Het is helaas niet gelukt. Van het Belgische front beter nieuws. Justine Ene doorgedrongen tot de tweede ronde hier in Hamburg. En slaat in de eerste ronde in 3 sets. De Française Sido. De beste backhand die we gezien hebben. Mooi gewacht. 13-13. Ja, geweldig tempo, Barbara Rittner. Heel mooi opgepikt, de return van Dokic.
40-30. Spelen Rittner. Barbara Rittner, 2-1 voorsprong in deze eerste set. We maken een korte onderbreking. De WTA-tour ziet rood. De dames op weg naar Roland Garros bijten in het rode stof. Op menu Hamburg, Berlijn en Rome. Op weg naar Roland Garros, de WTA-tour vanuit Hamburg, dagelijks om 6:30. De halve finale zaterdag om 6:45. En de finale zondag om 6:00 op Eurosport. Het begint te spannen in de kwalificatieronde voor het WK 2002. In Afrika vechten twee Noord-Afrikaanse ploegen om een ticket voor het Verre Oosten. Algerije tegen Marokko. En Marokko heeft een zegen nodig om nog een kans te maken. Meer hierover op Eurosport.com. Algerije-Marokko, vrijdagavond 6:00 live en relive. Zaterdagavond 11:15 op Eurosport. De eerste ronde, dames enkel spel. Jelena Tokic in de beeld tegen de Duitse Barbara Rittner. 4-3 voorsprong voor Rittner. Verrassend. Eerste ronde. Rotenbaum in Hamburg. Open. Duitse kampioenschappen voor vrouwen. Het beste punt van de wedstrijd. Schitterend opgepikt. Barbara Rittner. Deze bal heel atletisch. En dan heel goed kiezen. No Brazil, love 30. Geweldige drie punten achtereen, Barbara Rittner. Heel zorgvuldig. Rittner, drie breekkansen. Spelen Rittner. Heeft Dokic al eens eerder gedaan. Toen haar opslag gebroken werd aan dezelfde kant van het net met een dubbele fout. Maar voor Rittner een goed uitgangspunt. Voor winst van de eerste set. 5-3. Zijn beide 15.
10, 30, 15, 30. Opeens dat gevoel weg bij Riedner. En Dokic kan weer terugkomen. Geweldig. Heel atletisch bij de vrouwen. Scherp naar buiten gewerkt die voorhand van Dokic. Goed antwoord van Riedner. En dan Dokic. Eigenlijk maar twee dingen die Dokic kon doen. De bal spelen zoals ze die speelde. Of langs de lijn. En dan moest ze. Terwijl ze heel laag zat op die snijlijn van servicelijn en lange lijn, moest ze die bal over de hoogste kant van het net spelen. En dat is ook niet echt simpel. Levert in ieder geval een verlies aan tempo op. Beide dames nu twee keer hun opslag verloren. Maar Dokic moet serveren om in die eerste set te blijven. Time. Nu is hij goed. Maar Riedner geeft aan dat het al uit zou zijn. We wachten op de scheidsrechterlijke beslissing. Nee, lijkt de juiste beslissing. Heeft de lijn net niet geraakt. 030, lock 30. Dokic al een aantal keren gehad hoor, deze partij. Zo'n halve kwart baldikte juist naast de lijn. 0-30. Oh, mooi gevoel. Met één hand. 10, 30, 15, 30. Dan opeens heel erg wild. Twee breekkansen, maar nog belangrijker, twee setpunten. Barbara Riedner verwinst van de eerste set. Oh, wat een geweldige schuiver. Perfecte eerste set, Barbara Riedner, 6 tegen 4. We gaan er kort uit. 6-4, 6-4. Dokic, 2 in achterstand.
tweede set. En ook de eerste set naar haar Duitse tegenstandster Barbara Rübner. Goede sfeer hier, Rotenbaum in Hamburg. Eerste ronde pas van deze open Duitse kampioenschap. Ja, dat heeft hij toch nog heel handig hoor, om die bal terug te werken, die van de netband kwam. Toch iets al een aantal keren heeft ze dat gedaan. Die voorhand. Weinig controle. Tenminste als die bal snel wil spelen. Dukic makkelijk. Twee bij de tour. Nee, twee gelijk. Ik zit te verstappen. Barbara Rübner. Maar dan een hele goede service eroverheen. 13-14. Iedere keer als Rübner probeert echt het tempo van Dukic te overtreffen, gaat het mis. Als ze blijft volgen, heeft ze goede kansen.
goed. Dat is een mooie bal. Met die backhand nog iets zoveel zekerder dan met die voorhand. Mooi meegekomen met die bal. Barbara Riedner. Tweede punt voor een 3-2 voorsprong. Niet echt een bal om op aan te vallen. Maar het was wel een punt om druk op de tegenstander te leggen. Voortaal, Dukic. Dukic nu met een breekkans. Was goed. Maar nu het geluk aan Dokic zijde. Het was in de eerste set. Had Riedner dit soort ballen in haar voordeel. Dokic 3-2. Voorsprong tweede set. We maken een korte onderbreking. Een hele kleine sprong in de wedstrijd. Dokic heeft opnieuw gebroken. En leidt 5-2. Tweede set. Serveert. Om de wedstrijd geheel in evenwicht te brengen. Replay the points. Scheidsrechter grijpt in. Is het niet eens met de beslissing van de lijnrechter. Laat het punt opnieuw spelen. 15-0 Dokic. Nou, goede opslag. 4 setpunten, Dokic. Dokic opeens met service volley. Maar ja, volley. Het was wel redelijk simpel. En Riedner jaagt die bal door het Dokic heen. Jetzt
Einstein. Dus... Rietner terug in deze game. Van 0-40 naar 40 beide. Let's second serve. Tweede service opnieuw. Ja, toch iets. Niet geheel tevreden. Met de voorhand van Rietner ingegeven werd. Hoe dan ook. Breekkans Rietner. Opeens. 4 punten. Rietner achtereen. Tweede service. Dokic. Twee baldiktes. Een tweede kans voor Rietner. Einstein, dus. Hij heeft er veel voorhands gemist. Deze cross voorhands, Dokic. Maar nu op dit belangrijke moment was hij helemaal goed. Dokic met haar vierde setpunt. Perfecte backhand, Rietner. Mooi naar die bal toegegleden. Daardoor heel mooi laag gebleven. En het is weer eindstand. 40 bij. Hele aardige rally zijn dit. Vijfde setpunt, Dokic. Opeens, als ze achter staat, initiatief bij Rietner. Moedig. En succes. Voortuin, Dokic. We gaan naar het zesde setpunt, Dokic. Staat heel goed te verdedigen, deze Rietner. Graaf die ballen uit het gravel. Einstein, yes. De langste game van de wedstrijd.
Setpunt nummer 7. Moedige poging weer. Dit naar maar de tweede set. Naar Jelena Dokic. Lang gevecht deze laatste game. 6-2. We maken een kleine onderbreking. Derde set. 2 in voorsprong voor Dokic. En de eerste 3 games van deze laatste set. Geen van beide dames. Dus tot service winst weten te komen. Bitte nemen die snel plaats, dankeschön. En er zijn nog een aantal lieden die heel snel plaats moeten nemen. Nou, dat zijn halve volkstammen. En Dokic heeft het idee dat die bal de lijn geraakt zou hebben. En het idee heeft Rietner ook. Heel sportief. Zijn nu 15. Zijn beide 15. Dat gaat ver uit. Dokic nu heel safe met die voorhand naar 3-1. Laatste set. No, 30, love 30. Ja, dat is de enige weg. Heel goed. Ja, goed gespeeld, Barbara Rietner. Het Duits publiek put weer hoop. Mooie atlete, deze Rietner. Heel snel, fysiek heel sterk.
10, 40, 15, 40. En Dokic met 2 punten voor 4-1. Nou, het regent net ballen in deze partij. 30-40. Belangrijk moment, maar de resultaten worden eerlijk verdeeld. En een derde breekkans. Dokic. Dokic. Dan toch nog makkelijk. Maar 4-1. De laatste set. Spijtig voor Rietner. Zo goed gevochten in de eerste set. We gaan een kwart uit. Dokic heel goed bezig. Hier in deze laatste set. Heeft opnieuw de opslag van Barbara Rietner gebroken. Het Duits publiek doet er alles aan. Maar blijft uitermate sportief. Zijn nu 15. En Rietner is langzaam maar zeker weggezakt na die 2-2 stand die ze nog heeft gehad in de tweede set. 2 in voorsprong nog gehad. En de eerste set natuurlijk voor Rietner. Signal 14. Als dit soort voorhands eenmaal weer gaan lopen, echt bij Dokic. Het scheelt de anderhalve klasse. Misschien wel de beste voorhand van Dokic in deze partij. 5-1. Helemaal vlak die voorhand. Geweldige snelheid. Op de lijn, die opslag.
Oh, wat een streep. PLC 10, 14, 15. Ja, bleef veel te hoog die bal. Oh, geweldig. Voorhand van Rietner, heel mooi dicht bij het lichaam gespeeld. Bijna geen achterzwaai. Wat maakt dat ze heel snel kan reageren. We kijken nog even naar die volley. Ja, heeft de lijn wel gehad. Geen misverstand over. Blijft een geweldig gevecht, boeiend gevecht ook. Rietner met een kans om terug te komen. Althans, een heel klein eindje. Ja hoor, van 1-5 naar 2-5. Dokic 4-5, Sleeds 5-2. Geweldige afstanden afgelegd op deze baan, deze Barbara Rietner. Maar gelukkig geen last meer van die voet. Misschien ook, we zagen dat ze zich verstapte. Misschien heeft ze ook niet echt last gehad. Het zag er heel even vervelend uit. Kijken even naar de ongedwongen missers. 30 bij Rietner. 43 bij Dokic. Verbaasd. Het hangt natuurlijk erg af van de interpretatie van degene die het oordeel velt of iets gedwongen, maar wel een ongedwongen misser is. Jelena Dokic gaat serveren voor een plaats in de tweede ronde. Hamburg. Dat doet ze met nieuwe ballen. Rietner, die heeft echt
alle hoeken van deze baan gezien. Mooie lange voorhand, Dokic. 30 beide. Met het eerste wedstrijdpunt, Dokic. Met een ace op de tweede service. Dokic, een ace door het midden. Dokic naar de tweede ronde. Het publiek is er even stil van. Maar een redelijk goede wedstrijd bij de dames. Dokic veel voorhands gemist. Het was allemaal millimeterwerk. En Barbara Rietner een hele sterke eerste set gespeeld. Heel goed begin ook van die tweede set. En dan bij 2 gelijk in de tweede set heeft ze nog 2-1 voorgestaan. 2 gelijk, nog 2 kansen om 3-2 te maken. En daarna ging toch heel langzaam de kaars uit. Bleef heel goed vechten, maar het was voortdurend Dokic die net sneller was. Hoger tempo speelde. Maar Rietner goed toernooi gespeeld hier. Ook een verliest hier in de eerste ronde. Goed door de kwalificatie gekomen. En een goede atlete deze Rietner. Een genoeg om naar te kijken. Hoop u morgen weer aan de scherm te mogen treffen. Zelfde tijd. Internationaal tennis uit Hamburg. Dank u wel. Zover.